Dan is, ben ik iets meer gedoucht en het douchehoekje iets minder. Goedemorgen, het is woensdag. Sarah is wel wakker, maar die ligt nog even lekker te genieten in bed. We liggen samen in ons kleine hokje. Oh, ben je dan gelijk weer wakker? Je bent nog niet zo lang wakker, hè? Ik ook nog niet. Maar goed, we gaan zo wel wat doen. Dus we moeten er wel zo uit. Nee. Weet je nog waar we naartoe gaan vandaag? De dierentuin. Ik vind het beeld heel slecht scherp stelt. Vind je de dierentuin leuk? Ja. Wat ga je doen? Oh, ga je even een foto maken tussendoor? Volgens mij slaat de lens elke keer, waarom weet ik niet. Maar goed, we gaan eruit. Even douchen. Nee. Dan gaan we naar de dierentuin. Je mag kijken of oma wakker is. Op weg naar de douche en ik ben zo verkouden aan het worden. Echt heel mijn stem is weg en ik ga steeds dichter zitten. Ik hoop dat het vanmiddag met het zonnetje een beetje bijtrekt. Maar dit is niet fijn, zeg maar. Echt, nou, je hoort het wel. Oh. Naar de douches. Ik heb gisteren douche 2 en 3 uitgeprobeerd. Of gisteren en eergisteren. Die vond ik niet zo fijn. Die spuit alle kanten op, behalve naar je lijf. Dus dan gaan we maar weer een andere uitproberen. Hopen dat die wel het water gewoon naar beneden spuit, zeg maar. Dan is, ben ik iets meer gedoucht en het douchehoekje iets minder. Dit was in ieder geval de beste douche so far. Ik heb weer een beetje normaal gezicht. Volgens mij is mijn stem door het douchen ook wel iets vooruit gegaan. Dat doet mijn keel echt heel veel pijn. Oh, kijk nou. We hadden een camper naast onze camper staan. En die stond er toen ik er net naar de douche ging. En nu is die weg. Dat is snel gedaan, want zo lang ben ik niet weg geweest. Nou, gewoon vertrokken. Het is sowieso hier heel erg aan komen en gaan. Maar ik denk dat het ook komt door de dingen die in de buurt liggen. Dat mensen daarheen gaan en daarna ook gewoon weer verder trekken. Vandaag wordt het overigens best wel goed weer. Vanmiddag hebben we zelfs dat het tot 20 graden gaat worden. Dus echt super. En dat eind oktober. Dus dat is heel prettig. We hebben overigens echt een mooie plek waar we staan. Want als ik hier de camper uit ga, zitten we aan het randje. Bij dat veld waar we van de week ook waren. Dus het is hier echt een perfect stuk. Ja, om lekker zitten. Dan doe je toch met je voet. Ja, maar kijk. Ja, ja, hij komt al. Moet je iets hard. Kijk. Hop. Bam! Rennen! Is hier precies een mooi veldje. En ze mag, zeg maar, tussen die dingen. Dus dan komt ze niet te dicht bij het water. Heeft ze een heel goed stuk. Jij bent blauw, ik rood. Ja, maar ik was de spullen aan het pakken, want we gaan zo. Zo, ik raak je nog ook. Ik ben onder de indruk van mezelf. Mama kan normaal niet zo goed voetballen. Ga jij lekker spelen? Ga mama even de tas inpakken. Kunnen we zo gaan? Wat heb je daar? Een paddenstoel. Heb je een paddenstoel? Vond het mooi, hè? Alleen, ik weet niet of dat giftig is. Dus je mag hem even weg gaan leggen en dan heel goed je handjes was. Leg hem daar maar bij de boompjes. Ik kan die misschien wel een worteltje weer maken. Ja, dat is een heel goed idee. En dan kan je even je handjes goed gaan wassen. Want dat vind ik wel belangrijk. Nu moet ik het naar mijn kop doen. Oh ja, zal ik hem voor je open doen? Nee, doe maar. Zo, alsjeblieft. Ja, we zijn al bij de diertuin, maar we zijn nog niet binnen. Maar hier kan je al naar binnen kijken. Dat is wel cool, hè? Hé, hey, maar oma is wel doorgelopen. Dan raakt oma daar helemaal in de stress. Gaan we oma, kijk, dit is de ingang. Zie je oma? We zijn eerst in het aquarium. Het is wel cool hier. Het is heel anders dan Oceanium waar we gewend zijn. Oh, kijk zo, hoe druk die visjes zijn daar. Oh, die is wel heel mooi, ja. Kijk. Ja, en die andere zijn ook heel mooi. Die is heel cool. Ja, die zijn heel, heel hyper de pieper.
Kijk hoe grappig. Deze schildpadjes klimmen gewoon helemaal de boom op. Hier zit er één. Maar hier... En daar zitten er twee. Daar zitten er twee. Hier klimmen ze dus ook helemaal hoog. Maar het is echt hoog. Kijk maar. Helemaal de boom wel geklommen. Ik wist niet dat schildpadden zo goed konden klimmen. Kijk nou, helemaal onder het blad door. Echt te grappig dit. Kijk nou, ze zitten ook echt 1, 2, 3, 4, 5 al hoog in de boom. Ik wist echt niet dat ze zo goed konden klimmen, schildpadden. Nee. Ik denk dat dat ook echt specifiek voor deze soort is. Ja. Ja, want er zit ook hier aan het einde zit ook gewoon echt een plasticje dat ze niet door kunnen. Ja. Dat ze er niet uit kunnen klimmen. En ja, dat is ook wel hard nodig, denk ik. Ja, ze klimmen echt goed. Ja. Ze blijven ook echt gewoon doorgaan, ook met z'n allen. Ja, als ze vallen kunnen ze zwemmen, dus dat maakt ook niet uit. Nou, nu tijd voor de grote dierentuin, want het aquarium was een apart gebouw. Heb je er zin in? Zit je in de startblokken? Oh, nou wat is er in dat hok? En weg is ze. Wat zie je? Flamingo's en heel veel flamingo's. Wat zijn die zwarte dingen daar? Paddenstoelen. Oh, nu zijn ze niet meer echt. Hey Sarah, zwaai eens van daarboven. Ik kan niet zwaaien, ik wil me vasthouden. Ja, ik kan wel. Jawel, goed zo. Nou Sarah, nou ben ik al boven. Vond je het niet zo grappig? Ja, nou, zo dan? Ja. Heb ik het goed gedaan? De meiden kijken of het wel goed gaat met de heren. Mij hebben ze honger. Nee, kijk. Kijk, want ze staan er allemaal zo te wachten. Kijk, en er staan ook een paar aan de andere kant van het hek. Het is een goed springen en dan een beetje. Ja, kijk, ze volgen de verzorger hoor. Zie je ook die giraffen? Gaan we kijken hoe lang je nu bent. Oeh, je bent nog zelfs niet zo lang als een flamingo. Deze klopt wel beter. Ga maar kijken. Ja, ga maar opzij. Ik heb je. Kijk, je bent wel groter dan de impala. Maar niet zo groot als de flamingo. En de neushoorn is nog groter. En een jonge giraf is helemaal daar. Maar zo groot is zelfs papa nog niet eens. Nou, waar ben ik? Oké, ga maar. Bijna even groot. Ik heb er wel heel veel gezien. Maar ja. Ze zijn leuk, hè? Ja, ik had een knuffel ervan, maar die is niet weg. Kijk, je moet. Ik had een knuffel ervan, dan moet je een beetje het zaadje achter doen en dan staat het zo stil. Je hebt file voor mij. Waarom? Je gaat een beetje te langzaam. Waarom? Oh, maar dan vind ik het heel goed dat je het toch doet. Het is ook wel heel hoog. Zie je al diertjes? Daar en daar. Oh, de schildpadden.
En verder? Net nog een zag je een muisje? Ja, die zag het toen we binnenkwamen. Ja. Maar die zie ik niet meer. Die is verdwenen. Wel cool, hè, zo het nachthok. Ja. Kijk, zie. Ja, moet je kijken, hij komt. Hij gaat daar net onder water, dus je moet even kijken of je hem gaat zien. Even geduld hebben. Geduld is een schone zaak, zeggen we dan. Dan moet je even wachten, mop. Hij is in het water. Je weet ook niet of hij langs het raam komt zwemmen. Zie je hem onder water? Nee, hij gaat het water uit nu, schat. Denk ik. Oh nee, hij gaat wel weer. Hij gaat daar liggen chillen. Moet je bij mij... Oh, het zijn er twee. Kijk, zie je ze onder water of niet? Zo. De een jaagt die ander weg. Wil je bij mij komen kijken? We zijn weer bij de camping. En net nog even een tussenstop. We hebben de metro gedaan en zo. En toen hebben we een tussenstop. Want ik heb geen sneeuwlaarsjes verzorgen. En ik weet dat hier een winkel is waar ze altijd heel fijn hebben. Dus daar zijn we geweest. Die snel gekocht. En nu gaan we weer even een hapje eten. En het beviel gisteren zo goed. Dat we daar gewoon nog een keer heen gaan. Het scheelt weer koken in de camper. Want ondanks dat het goed te doen is, blijft het behoepen. En dat afwassen is natuurlijk ingewikkeld. Dus. Nou, we hebben nu twee keer de bokworst. Die echt gigantisch is. Maar kijk hem naast mijn hand. Hij is echt huge. En ik heb weer de schnitzel. Met wat salade op tafel. Sausjes. Yummy. Oh, weer de citroen dadelijk. Vind je lekker, hè, citroen? Lekker? Beetje zuur. Ja, citroen is meestal wel een beetje zuur, ja. Ik ga bijna niet weg. Ik vind je nog heel stoer. Nou, ik vind je heel stoer. Net met Sarah even de laatste sanitaire ronde gedaan. En ga jij lekker naar je bedje. Ja. Nee, ik noemde het heel keurig een sanitaire ronde. Dat komt op hetzelfde neer eigenlijk. Waarom mogen we daar niet meer afwassen? We mogen daar afwassen. Ze hebben alleen dat hokje, dat was vroeger buiten. Toen hebben ze het overdekt, ze hebben een muur gebouwd, ramen erin gezet. En nu is dan vandaag de deur erin gekomen. En het is weer donker voor de vlog, zie je? Ze zien ons niet. Ze horen ons alleen. Dus maak het licht dan van je telefoon. Nou, ik heb jou al aan de hand. Ik ga hem gewoon lekker uitzetten en dan lopen wij. En hier ligt de grote plas. Doei doei. Kijk uit, want anders... Ga jij er wel langs? Maar ik niet. Mijn batterij was net leeg, dus net even de camera opgeladen. Ik lig weer in bed, zeg, slaap toch. Dus niet hard praten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Morgen gaan we naar huis, dus ik weet helemaal niet wat voor dag dat wordt, maar dat zullen we zien. Ik zie jullie in ieder geval morgen. Doei doei.